kruis voor mij gestorven. Dat is ziek, hè? Misschien denk je wel in mijn heen alleen hoe dat komt het dan dat voor u is. Dat is niet alleen voor mij, dat is ook voor u. Hij is voor ons allemaal gestorven. Omdat wij proper zouden kunnen zijn. Als je mijn auto vanmorgen gezien had, hè, dan had je weer in mijn plaats geschaamd. Mijn auto die zat er helemaal onder de zout. Verschrikkelijk. Als je dat tegenaan kwam, dan was de jas vuil. En ik ben nu heel even naar Lucho geweest. En Lucho die heeft daar een hele installatie. En dan betaalt je die brave man 11 euro. Ja, oké, goed, dan moet dat maar. En dan gaat je door heel die waskanaal. En dan komt die auto eruit. Alsof die nieuw is. Nu, sommigen van ons, hey, we worden ook wat ouder en we zijn wat er ook niet knapper op. Hey, en wie weet hey, dat die vernieuwing dat dat voor ons ook wel heel fijn zou kunnen zijn. Dus ik hoop dat je een hele fijne namiddag gaat hebben. Dat de frietjes lekker zijn en dat alles wat andere wat erbij komt, dat dat ook lekker is. We gaan straks een bingo doen, dat ga ik niet doen, want daar ben ik niet snel genoeg voor. Hey, maar dat gaat onze lieve meneer hier aan de zijkant, die gaat dat doen. Fernando, die gaat nu gaan eerst eten. En dan na het eten, dan gaan we samen een bingo doen. Mag ik misschien heel even vragen, ik weet niet of je dat thuis doet. Hey, maar wij hebben de gewoonte, als we gaan eten, dat we heel even de heren bedanken voor het eten. Maar dan moet je wel heel even je snaveltjes toehouden. Ja? Heel even stil zijn. Gaat dat? Heel even stil. En dan gaan we samen de heren voor de lekkere frietjes danken. Oké? Okay? Hemelse Vader, wat zijn we dankbaar, heren, dat we op deze mooie namiddag bij elkaar mogen zijn. Dank u, heren, dat we plezier mogen hebben met elkaar. Dank u, heren, dat we ook samen mogen eten. En we willen, heren, dat u dat eten wilt zegenen. Mag onze lichamen versterken. En help ons, heren, om voor elkaar te zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Je ziet, achter de gordijn, daar horen ze mij niet. Hey, dat is heel spijtig. Dat voor mij is dat niet spijtig. Dat is gewoon straks als je het bingo gaat doen. Dan weten ze niet wat ze moeten doen. Ja, dat gaat Fernando oplossen. Smakelijk eten!